Hoi, jongens en famkes. Ja. Oeh, hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... Het is nou... Tomketiet! Cornelia wil gas menen, maar kreeg het de gasmachine net aan de gang. Het slag het ik net als ik haar help. Als Cornelia voortgiet, had Romke een heel goed plan. Ja. Tomkemandje altijd blier. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Hark je gauw naar dit verhaal. De trekker. Tomke en Romke binnen in de tuin. Tomke bij Cornelia helpen. Jouw dode blomkes maar even wat wettige, Tomke. Jij is de jitter. Oké. En ik dan? Wat ben ik dan, Cornelia? Recien. Ja, ik weet al wat. Rom je dode derde blomkes en bladjes maar op. Tje, ze kunnen wel in dit amerke. Goed. Romke neemt de derde blomkes en toekjes in de bek... en leidt ze kreers in het amerke. Tomke maakt de blomkes weer. Oh, wat stiet het gas heen in de tuin. Dat moet ik ten nodig aan menen. Cornelia kijkt naar het hok. Ze helpt de meermachine en zet die op het gasdel. Recien, hoe werkt dat ding ik alweer? Oh ja, ik moet hem op start zetten en dan aan het touwtje loeken. 1, 2, 3. Cornelia loekt en loekt. Plof, plof, nog de meermachine. En dan is het weer stil. Oh, hij wil net. Dat verhipte ding wil net oorslaan. Nou, nog maar een keer. 1, 2, 3. Ja. Nee. Ja. Ik weet het al. De motor is stikken, Cornelia. Nee, dat kan het, Tomke. Verlien, wieke dierheid nog. Ja. Ik moet hutter loeken. Help even, Tomke. Oké. Cornelia en Tomke loeken tangeliek om het touwtje. Maar de meermachine slaat net om. Nee. Oh, dan maar net, gersbeerde. Ik kan eerst wel een boord skippen. Ik beziek je het letter nog wel een keer. Mooi in het tuin, bleeuwen, Tomke en Romke. Ik ben er zo weg. En voort is Cornelia. Wij moeten Cornelia helpen, Tomke. Hoe dan? Hij stoot soms een meermachine, Romke. Iemand die het wel doet, ik en het. Sst, ik praat het, Tomke. Ik je wat. Wat jij zo dan, Romke? Ik je niet. Nou, als die de heren wie er je bent, Tomke. Kom mee. Romke draaft de tuin uit over de stoepen naar het laan van boer Sibesma. Romke. Bij de hekken bloedt er steen. Romke. Romke, wacht je op mij. We kiezen al in. We meien net uit de tuin komen van Cornelia. Tomke zit nou ek bij de hekken. Hij poest en hij blaast. Verdomme heren. Nou, dan moest Cornelia helpen, net. Nou, wat riet daar op het loon? Boer Sibesma op het trekker. Ja, wat zo dat? En wat toch, boer Sibesma mij die trekker, Tomke? Nou, je meent het gas op het loon met de trekker en een meermachine. Romke, dat is geweldig. Zou hij uw gas ik meer naar kennen? Ja, dat weet ik net. Zullen we uit hem vreeën? Romke en Tomke klimmen op een hekken. Tomke zwaait met zijn beide jerms heen en weer. Romke doet hetzelfde met de voorpoortjes en zijn stutsje. Joho, boer Sibesma. Kan jou eens helpen? Joho. En dan hoest het net een rappen, Tomke. Die boer die kan eens toch net jaren. Tja, de trekker riet dus kant op. Boer Sibesma denkt... Waar zitten daar op mijn hekken? Het liekje Tomke en Romke vol. Ze zwaaien naar mij. Daar moet ik meer van weten. Hij riet de trekker met de meener bij de hekken. Zet hem stil. Yes! En springt van de trekker af. Tomke en Romke, ik dacht. Wat toch een jimjeren. Nou, Cornelia, meermachine is stikken...
En ook is er geen gas meer menen. Ja, en het gas zit heel heeg. En nou tocht niet dat ik haar wil helpen, koe. Ja, dat tocht mij. Je kan zo goed gas menen met die trekker. Ja, maar het gasveldje van Cornelia is de liets van mijn grote meermachine, Tomke. Die past net in haar tuintje. Oh, wat maken we dan doen? We willen haar ze graag helpen. Nou, weet je wat? Ik zorg wel even naar haar meermachine. En misschien kan ik hem wel maatje. Nou, stap maar in, Rompke en Tomke. Instappen? Maar wij echt op het trekker zitten? Ja! Wat cool. Even later rieden ze zonder de meener trot de iepenhekken de dik op. Joepie! Wat zitten wij heeg! Wat had die trekker een protte knopjes. Mag ik even sturen? Goed. Dat mij wel, van boer Siebesma. Hij had wel de handjes van Tomke verst. Ze komen in de strutten van Cornelia, Ronke en Tomke. En Ba hipt er op een stoepen. Cornelia! Cornelia! We zitten op een trekker! Hey, Cornelia! Zwaaien, Tomke! Hey. Hoe zit ze net? Cornelia! Tomke? Tomke? Hoe komen die nou op een trekker? Boer Siebesma zet de trekker stil voor het huis van Cornelia. Hij doet de motor uit. En dan tilten Romke en Tomke naar onderen. Cornelia begreep er niet van. Hoe kom je op het trekker van boer Siebesma? Ze woonden daar helpen, Cornelia. Ze dachten dat ik die tuntje wil menen koe met mijn grote gas menen. O jongens, wat ben je leven dogen jitten. Wat boer Siebesma hoeft net meer te helpen, meer. De gasmachine is net stikken. Hoe kan dat dan? Ze krijgt woorden net meer. Zal ik je maar eens wat vertellen? De benzine weer op. Heel dof vergeten. Als de benzine op is, dan wil mijn trekker ik dit meer in. Maar ik ga er nou benzine van nog een ritje met Tomke en Romke. Ja! Ja! Wil je hem dat wel? Ja, nog een keer op een trekker, ja! Ja! Oh, yes! Yes! Ja, ja, ja! Cornelia giet net mij. Zij meent het gas. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. De tonne. Jongen, jongen, jongen. Wat haar stouwe lange tongen. Had die moeder leven dit. Dit is haar linkerzicht. Joort Gene Pier en Marieke wennen paken. En die had weer een verhaal over de grote moezenvanger. Pier en Marieke vindt een machtig verhaal over de oele die het zo leuk is op de moes. Pier en Marieke sjogen zoon. Een jongen en een pampe heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt niet als een noor. Maar toch had ik ze me klaar. Ja! Is een heel speciaal. Een moezenvanger. Paken, wij zagen juist een oele. Die zie je in de peenbius achter in de tuin. Zo, een oele, zeist? Dat is bijzonder. Die is joks net zo vaak. Hij had er de hele dag zitten. Het leek wel als hij er te sliepen. Ja, dat zult ik wel. Een oele is een nachtvogel, die zal oer die net zo gauw omvleenen. Maar naks, ja, dan gaat er op jacht. Op jacht? Ja, een oele is een roofvogel nou. Het is een baas moezenvanger. Hij is nog altijd lilk op een moezen. Lilk? Waarom is hij lilk op een moezen? Weet je hem dat net? Jem leren ik niet meer, Sint-Wurg.
Ik dacht dat elke een dat wel wist. Wij net, Paken. Toe, vertel nou. Ja, vertellen. Ga je hem daar wel tijd voor? Hoe ga je hem net te computeren? Nee. Nou, vooruit dan maar. Sjoch, het ziet zo. Hier lang lien woonden de vogels een koning ha. Een koning van de vogels. Een koning? Bisten had toch geen koning? Ja, blinder, wat krijgen we nou? Vanzelfs had de bisten ook een koning. Hast toch nog nooit yet dat de leeuw koning van alle bisten is? Nou dan. En daarom woonden de vogels ook een koning ha. En ze zijn. We hadden een wedstrijd. Waar het heegste vleerne ken, die werd koning. Ze zonden alle je tagelijk omheeg vleerne en dan zonden ze het was jen. Strusvogel ek? En hen diende ek mij. Ja wis, waarom net? Ze kon het allicht beziekje. Alleen nou ja, die woonde het net vanzelfs. Nee, nogal wieders. Nee, weet je waar het heegste kwam? De een. De een? Is dat ek een vogel? Of weet je net wat een een is? Dat is een arend. Oh? Jongens, ik moet je mik alles uitlezen. Maar goed, die arend dus, die kwam vier wij het heegste. Als een stipke weer nog te zien tussen de witte wolken. En doet er weer del kwam, rapen alle vogels. Piep, piep, hoera! Piep, 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 hoera! Dat is een koning. Er is geen Maar de arend scoorde met de kop en zei... Dat valt nog te beschen. Want doet ik der bobben wie en het heger meer koe en mijn zakje litte soe, doe kwam er onder mijn vieren een tomke voor het locht. Een tomke? Ja, een heel iets vogeltje dat. Het liefste dat er is. Dat Tomke weer stiekem mij lift, mij die grutte in. En die vleeg doe nog heger als de arend en raap gauw. Kening ben ik. Oh, dat wie net eerlijk. Nee, dat vonden de oren vogels ek. Dat is de mien. Raapen ze. Ja, wacht je maar. Als razende onderen komt, dan pakken we hem. Had ze dat ik die in? Nou, dat is hem nou correct. Ze konden hem net te pakken krijgen. Waarom net? Sjoch, doet er op het laatst naar onderen kwam en in een heide delzaaide vliegen alle vogels op hem af. En dat liet ze vogeltje zeggen wel dat ze lilk wien. En van angst en benauwden scatter gauw een moezenhoort zien. En er weer geen een van die oren vogels zo liet dat die er ik inkroepen koe. Maar zijn ze, we wachten zie je krijgt zo lang, want hij er weer uitkomt. Want hij moet er een keer weer uitkomen, of ze gaat het deer. En is hij er weer uitgaan? Net zo gauw vanzelfs. Dat dwarrede net. En al die vogels maar wachtje en maar wachtje. Nou, die kregen op laatst haar nog vanzelfs. De dij wie al haast om. Daartoe zijn ze. We willen ik wel eens weer op hoezoen. Hoe moeten we hiermee om? Zo misschien ik een van u de wacht houden kennen. En waar wil dat dwaan? En toen zei de oele. Lid mij dat maar dwaan. Ik ben een nachtvogel. Ik in knap sjen in tjuster. Ik wil hier wel even zitten, leeuwen. Dan kunnen jim wel even een hoes. En dan komen jim hier mooie maar weg. Nou, zo spreken ze al. En zo dienen ze het. Ja, handig. Ja, dat wie ik zo. Dat de oele gong rucht voor het moezegatje zitten. En houdt het secuur in de gaten. Die liet ze dogen niet zo hem net ontkomen. Maar dat liet ze Tomke blauw mooi zitten wat er ziet. En het waard letter en... Om middernacht heen waard de oele ek sleeperig van al dat kuren net het gotje. En doe zij er bij hemzelf. Het hindert niet als ik even mijn ien eeg sliep. Dan had ik mij het oren eeg het holtje wel in de gaten. Kind dat? Mij Ian eeg sliepen? Ja, wees wel, jongen. Ja, dat die ik wel, doet ik nog piraat weer. Ja, maar doe je pak een lapje van het oor eeg. Dan is er ook geen keus, doen. Nou, de oele koort ik wel zonder lapje. Hij die eerst zijn rechter eeg dicht
en blijf met het linker eeg zitten te sjen. En een jaloere letter wikselen er aan. Doe hier het linker eeg dicht en houd er het rechter eeg open. En weer een jaloere letter, hier het rechter eeg weer dicht. Maar doe vergeet er om het linker eeg open te dwaan. Uh-oh. Ja, en daar heeft die lietse dogen niet op zitten te wachten. Als een speer vlegert dat gatje uit en verdwoen in de dichte toeken van de hagedoren. En doet de orenvogels de oren dijs weer veromkamen, moest de oele wel taaien dat er een heel set zitten hier te sliepen. Ze gaan nog een hele dag voor het moezegatje zitten te wachten, maar daar kwam niet meer uit. Nee, want daar zit niet meer in. Nee. En dat lietse vogeltje zit zo'n tijd nog altijd in de dichte toeken van de hagedoren. Denk er maar eens om. En heel enkel dwat er even om te vleien en dan juist hem altijd nog roepen. Kening ben ik, kening ben ik, kening ben ik. Daarom hebben ze hem winterkening genoemd. Want een winterkening is iemand die hemzelf de kening uitropt. Dus dat is eens een skelname voor het Tomke. En de oele? Ja, de oele, die kregen van alle orenvogels de schuld. Dat er net goed oplet hier en dat dertrog dat Tomke zijn straf net kregen hier. En het ziet de oele zelfs ik net lekker. Hij ziet met geval in de magen. Maar nadat er een skof door zitten hier te prakasseren, begon er hem zelfs vrij te pleitsen. Hij zei, Sjogres, als dat moezegatje daar net zitten hier, dan hier dat Tomke daar net inkroepen kennen en dan hier hem voortgepakt. Dan hier zijn straf wel aan. Dat is ik zo. Ja, en daarom zei de oele doe. Maar waar hier dat gatje groeven? De moes. Dus feitelijk is het de moes zijn schuld dat alles verkeerd gongen is. En nou joggen ze mij erop aan. Dat is net eerlijk. Die stomme moezenek. Daarnaai vred ik alle moezen op die ik te pakken krijgen kin. Oh ja. En daarom is de oele dus zijn beste moezenvanger worden. Ja, pierjongen. Hast al wel wat leerd. En wist je, uiten trog pakt er ek wel eens een oeriboeri. Ja. Biatje. Vi binnen onder bjartje en doet we wat oors. Zo krijgen wij geen ruzie en vernooit in bos. Dit wie het alweer. Om on. Hoi. Au. Nog. Hè.